Yo mensen, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Vandaag is het best wel een mooie dag. Het is niet alleen droog en mooi weer, maar we gaan sowieso naar Polen vandaag. Fucking gruwelijk. Ik ben nu druk bezig met alles klaarmaken. Ik heb sowieso al een tas, ik laat jullie even wat zien. Moet je kijken. Ja, dat is alleen voor de echte kenners. 4 inch. Fucking gruwelijk. We gaan er natuurlijk ook dingen kopen zoals shells en zo gaan we afsteken. Dus ik zou zeggen, blijf ons volgen. Ik neem jullie sowieso elke dag mee. Ik ben aan het wachten op die gasten ook. We gaan er met z'n drieën naartoe en dan kunnen we vertrekken. Het is ongeveer 8 uurtjes rijden en ik hoop dat we er snel aankomen. Ik zie jullie zo meteen weer. Ik heb best wel haast. Want die gasten zouden hier al staan om 8 uur. Om 8 uur en het is nu 4 over 8, dus ik hoop dat ze ietsjes later zijn, want ik moet mijn kwark nog eten. Maar goed, ik ga alles even snel opeten. Alles in de tas. Snel naar de auto, alles erin. En ik hoop dan maar dat ik niks vergeten ben, want Polen is niet om de hoek. 800 kilometer of zo. Dus als je iets vergeten bent, dan ben ik sowieso de lul. Als we daar aankomen, gaan we sowieso gelijk naar die markt. Ik ben echt fucking benieuwd. En ik neem jullie mee. Ciao. Ja, ja. Hij is op tijd, hoor. Hij is op tijd, hoor. Ja, is gedaan. Ja, ja. Open die achterbak is. Nou, die is al lang open. Wat denk jij dan? Beter, hey, Nick, luister dan. We hebben een probleempie. De navigatie rijdt niet verder dan Berlijn. Ja, doei. Ik zweer. Hé, maar wat heb jij nou om je nek dan? Dat is lekker, man. Kijk wat hij al zijn nek heeft. Ja, ja, we zijn onderweg. Nee. We staan even te chillen hier zo. Jeffy is nog binnen, hij ging ergens naar de wc. En het is nog fucking lang rijden. 6 uur 28. Dus we hebben sowieso nog even te gaan. Ik neem jullie sowieso mee, dus ik weet echt niet, maar we zijn ergens in Twello of zo, in de Veluwe. En ja, we hebben dus iets vertraging opgelopen. We komen rond 5 uur komen we aan. Lokale tijd daar zo, volgens mij is het gewoon, is dezelfde tijd daar zo, Nick, Polen. Ja, is toch? Een uurtje verschil, toch? Een uur verschil? Ja. Heel gek, man. Maar in ieder geval, we komen 5 uur aan daar en dan gaan we even langs de markt en dan nemen jullie mee. Maar eerst nog even een tijdje rijden, dus dat wordt echt wel fucking verrot. Ciao. Daar zijn we. Kijk hier, kijk. Ja, heb je nou gefilmd of niet? Ja. We zijn nu in Duitsland. Lekker, hey, let op de weg. De eerste grens. Ja, ja, we zijn er. Nou, we zijn er niet. We zijn nu in Duitsland. Aan het stoppen bij een tankstation. En de nodige dingen worden er gedaan. Kijk die berg daarachter. Tering. Bijna in Polen. De radio is op Pools. We komen bijna bij de grens aan, eindelijk. Fucking 10 uur rijden. In de auto gezeten, zijn helemaal gesloopt. Wel wat vertraging opgelopen, misschien is wel... Mies heeft een paar keer misgereden, maar ja. Jongen. We vergeven het hem. Misschien is de Polenmarkt nog open en dan halen we even wat dingen. En dan laten we het jullie zien, maar waarschijnlijk is die dicht. Nee, die was niet goed, hoor. Ja, waar. Alleen hoor je een... kutlach op dat ding. Ik hoop echt serieus, Jeff, dat het, dat het bij die brug is. Daar heb ik het al goed ingesteld. Ik kom opeens terug in Zwolle aan. Heel spannend, want over 50 seconden zijn we er. Ja, ja. Wat is dat voor raar licht? Oh nee, het is wel goed. Ja, ja. De grensovergang.
Ja, net de Eiffeltoren op zijn kant. Met Polen. Prachtig, wat ben je aan het doen, Nick? Nog lichtinstellingen, zo is die beter toch? Oh ja, nice. Kijk, daar krijg je dadelijk rechts die shit, hè? Links is de markt. Maar dit is nu Polen, ja toch? Ja. Nee, McDonald's gek. Dit is Polen. Kijk, dat is de Polenmarkt. Zie je feuerwerk? Feuerwerk je daar? Nee joh, fucking ziek, ja man. En ze zijn nog open zo te zien. Wil je even kijken? Ja, eerst even naar het hotel gek. Ja, maar ik weet niet waar dat is, dus we moeten sowieso ergens even parkeren. Film even daarheen, Nick. Check. Alles is gewoon nog open. 1,05 euro benzine. 1,05 euro voor benzine. Tering. Ja, we zijn aangekomen in het hotel. Alles ziet er nice uit. Het is alleen niet niks een stel in bedden. Het zit sowieso fucking mooi hier, maar die Polenmarkt was nog open. We zagen al vuurwerk staan vanuit de auto, maar waarschijnlijk is die nu al dicht. We zijn best wel moe, want we hebben net 10 uur in de auto gezeten, wat wel begrijpelijk is. We gaan zo meteen even kijken of we ergens wat kunnen eten. Misschien is die Polenmarkt nog open en kunnen we wat halen. En dan kunnen we vanavond misschien nog wat afsteken, maar dat is niet zeker. Dus jullie zien het zo weer. Dit is ons uitzicht. Zo wel chill, man, dat er 3 aparte... Ja, de eerste kerstboom hebben we al gezien. Dat is de markt dus. Firewerk. Laten we even kijken wat ze hebben. Just one thing. One pack. Oh, I've got only. Zo, we hebben even wat snelle dingen gescoord. We kwamen toch nog een markt tegen die open was. Fucking aardige man. Hier pak je Circo Blitz. 6 stuks. Zink 902. Die hadden we nog niet gehad, dus die moest sowieso even gehaald worden. Sowieso ziek. En dan een stok erbij gekregen natuurlijk. En een Cobra 6 extra imitatie. En die was bij elkaar, was dit? Wat was het ook weer? 10 euro. 10 euro. Nou, is toch niks. Gewoon lachen, we gaan zo meteen even... Jeffy, wat heb jij gehaald? Wat afsteken. Zeker 5. We gaan sowieso eventjes naar de stooklocatie zo. Kijk, sowieso, elke markt is nu dicht. Het is best wel laat al, 8 uur of zo. En dan steken we het af. Even snel wat shots maken. En dan gewoon voor de grap. Morgen gaan we onze echte inkopen doen hier. En dan gaan we alles ook opstoken. En dan komt daar sowieso een compilatie van. Dus. We gaan zo even naar dat veld en dan steken we wat af. Bang bang. Zo, we zijn op de stooklocatie aangekomen. Stil is. We hebben toch nog iets gehaald. Komt echt niet laten. Een klein shell kitje. 2 inch. 12 stuks. En we zijn op een fucking mooie locatie, moet je kijken. Die man van waar we het kochten, die bracht ons hier naartoe. Echt een zieke locatie. En dan kunnen we gelijk even onze dingen doen. Ja, even wat lekker, stoken. Joh. Wordt fucking gruwelijk. Filmt hij? Film mij ook even die pijl dan, van dichtbij. Zink 902. Hey, mis, waar heet dat? Yeah.
Blijf filmen, blijf filmen. Die nadruk, gek. Serco Blitz. Zo. Zo, die was lijp. Triplex Shell pakketje van 12. Wacht even neer. Lachen, man. Mies is bezig met een showtje. Filmje? Ja. Kapot ziek, gek. Gewoon zo erin zetten. Hey Chef, je moet aan de onderkant erin insteken. Van je ondersteboven. Zo, die ging hoog. Ja, wat is dan een shell? Nou, wat is een shelletje? Hoor die nadreun. Hey, deze zit met je eerste shell. Hoe voelt dat? Dat is hard, man. Final. Final. Kijk uit voor die doos. Ja, die is ziek. Zo, we zijn weer op de hotelkamer. Het was best wel een drukke avond. We hebben daar afgeschoten. Het begon daarna te regenen. Die shells waren best wel ziek om te doen. En sowieso, we zijn daar in een gebied waar sowieso niemand is, dus dat was best wel leuk. We gaan nu waarschijnlijk gewoon lekker slapen. Morgen weer vroeg op om naar die shop te gaan om vuurwerk te kopen. En dan gaan we alles afsteken en een stookcompilatie maken en een nieuwe vlog. Dus dan zullen jullie die vanzelf weer opnieuw zien. Waarschijnlijk komt die video volgende week. Ik zal jullie op de hoogte houden via Twitter en Instagram. Wat lach je? Dan film ik je ook, jongen. Waarom lach je? In ieder geval, die video komt waarschijnlijk volgende week. Ik hou jullie op de hoogte. Vond je deze video leuk? Laat dan even een like achter. Vergeet niet te abonneren. En ik zie jullie weer bij de volgende video.